Ja, wel een paar visje vinden hier. La la la, ja la la. Ik ben zo blij dat ik koel zie. Ik ga vertalen op de fiets, dat is duidelijk. Dat hebben we gehoord in zwembad het AI. Daar vinden we wel waar we bijna gratis komen zwemmen. Hé, hey, Twanneke, ga er mee zwemmen? Ja, dat is goed, want eigenlijk moet ik toch plassen. Ja, zinneke, nee. De Frans zit in een stamkroeg bij Marlboro. Wat is er met jou gebeurd? Nou, zei de Frans, ik heb een vrouw uit het water gehaald. En dan stond van dank, slaan ze een blauw oog. Nee, zei de Frans, dat heeft er een vent gedaan toen hij de badkamer binnenkwam. Het is allemaal heel realistisch te horen. Een vent kwam op zaterdag bij de drogist een gros kapotjes kopen. En maandags komt hij bij de drogist binnenvallen als een nekken zo kwaad. Er zaten er maar 143 in, riep hij als een nekken. Mijn hele weekend naar de kloten. Ja, dat is netjes, hè. Zinneke 11. Janneke zei tegen Jeanette, ik heb gisteren een zwangerschapstest gedaan gehad. O, zei Jeanette, waren dat moeilijke vragen? Ja, Jeanette weer. Ja, dit is ook een heel interessante, Zinneke 12. Twee oude tutten zitten vast in de lift bij V&D. De ene riep, help, help. Ze me samen roepen, zei die een andere tut. Samen, samen. Nou, zijn 13. Doe jullie Harry nog altijd in zijn bed plassen? Nee, dat is verleden tijd. Hij slaapt vertaald beneden op de bank. Nou, we hebben speciaal voor de burgemeester, daar zit hij. Dus als je iets tegen hem wil zeggen, kunt het nou doen. Maar daar hebben we een speciaal zinnetje voor ingevoegd. Burgemeester Paul de Blas vroeg aan een weduwvrouw die 100 jaar was geworden waarom ze nooit niet meer getrouwd was. Nou ziet de vrouw voor zo'n klein stukje worst haalde toch een heel verken in huis. Doe er maar mee wat je wilt, zetjes. Ja, zinnetje 15. Mag van jou een grote doos Viagra? Vraagde de vent bij de apotheek. En een doktersrecept? Nee, he, dat niet, zei die vent, maar wel een foto van mijn vrouw. Nou even ernstig. Toske schrijft een brief naar de moeder. Mijn vent is er vandoor met mijn beste vriendin. Jezus van mijn rante, wat zou ik haar missen? Ja, gezien we hebben veel meeleesletjes. Op het volgende blad, op zin 17. Een bankrover overvalt ABN AMRO, maar verliest ze een bivakmuts. En dan gaat mij herkend, vraagt hij een vrouwke in de rij voor de kassa. Toen ze ja zei,
schoot hij ze gelijk kapot. En Grilly, vroeg hij aan een echtpaar in de rij. Nou, zei die vent, ik niet, maar mijn vrouw wel. Dat is ook een manier. Er komt wel nog een nette. Tante Jean was doodgestorven. De revent en de 19 kinderen stonden vroom aan het graf. Meneer Pastoor keek omhoog naar de hemel en zei: eindelijk zijn ze samen. Wat bedoelde ze, oom Jan? De revent leeft ook nog. Ach, zei meneer Pastoor, ik bedoel niet die revent, maar de benen. Oh, joh. 19 kinderen, dat gaat toch wel. Zinneke 19. Gisteravond lag de Sies met zijn vrouwtje in bed. Ze werd zo opgewonden dat ze in zijn oor fluisterde: hé, hey schatje, zeg eens wat vieze dingen tegen mij. De Frans stond even aan en zei toen: de keuken, de badkamer. Ja. Kijk dat je lang getrouwd bent. Wat een credit voor zonder. Zit hij. Nou, de laatste zin. Dialoog in de slaapkamer. S'morgens kan ik niet eten omdat ik van u hou. En s'middags kan ik niet eten omdat ik van u hou. En s'avonds kan ik niet eten omdat ik van u hou. En s'nachts kan ik niet slapen omdat ik verrit van een honger. We gaan gewoon doen. En dan gaan we nog eventjes naar lief nichtje. Uiteindelijk zitten we hier in de kerk. Ons lieve nichtje schiep het heelal en zag dat het goed was. Ons lieve nichtje schiep de aarde en zag dat het goed was. Ons lieve nichtje schiep de dieren en zag dat het goed was. Ons lieve nichtje schiep de man en zag dat het goed was. Ons lieve nichtje schiep een vrouwmens en toch bij zijn eigen, ze zal er eigenlijk weer wel op willen tutten. Ja jongens, nou gaat er echt iets gebeuren. Er is, we gaan ook zingen, maar we hebben ook nog een beetje een soort voorprogramma mee te zingen. We gaan nou voordat we gaan pauzeren nog lekker even een beetje zingen samen. En ik hoor al langzaam gezang aankomen. En wat ze nou zingen is, o God, o God, o God, dat kunt u zien. Op bladzijde 9. Op bladzijde 9 bovenaan, kent u die ingewikkelde tekst voor. Ik zou een lichter willen, maar ik weet niet.
Avenkoor, het gek. Die dept Avenkoor. Zijn allemaal mannen die een beetje kunnen zingen. En daar staat het achtste, de blaaskapel uit Breda, met aanvulling van de troebel. Want ze hebben elkaar hard nodig. En we gaan nog een lied zingen, maar dat doen we met onze, dat doen we met de zangersbrug. Vergeet niet te kijken naar onze accordeonist Mart Jacobs, een virtuoos op dit gebied. Zoveel mogelijk mee te zingen met de mannen van het gedempte Avenkoor. En Mart, jij doet een introductie, denk ik. Goed zo. Thank you.
kunnen we door met het volgende. Ja, dit hebben wij gehoord in de biekstoel. En een beetje vertaald en een beetje netjes opgeschreven. Weer een medeleeslesje, maar voor bejaarden. Nou. Zinnetje 1. Lieske en Bert van 88 leggen in bed. Lieske, vroeger hielde jij mijn hand vast, kuste jij mij altijd. En je beet me altijd liefdevol in mijn nek aan me komen slapen. De Bert stapt uit bed en loopt de kamer uit. Wat doe je? Vraagt ze. Nou zit hij even mijn tanden pakken. Ja, want die gaat ook wel met je ellende, met je hoge leeftijd als die oploopt. Zinneke 2. Willemke logeert bij oma's. Dat is de derde naam, bij oma's. Dus komt er een S achter oma. Willemke logeert bij oma's en mot en een en gapen. Oude water voor een mond, want dat moet gapen, zei oma. Dat is niet nodig, oma, zei Willemke, want ik heb geen gebit dat eruit kan vallen. Ja, het is waar gebeurd. Kieske van ver in de 80 gaat trouwen met een vrouwke van 85. Hij stapt in een apotheek binnen en vraagt: en de jullie Viagra pillen? Incontinentiepeppers? Van die je boeier voor onder uw gebit? En batterijtjes voor mijn gehoorapparaat? En hebben jullie dat allemaal vroeger gehad? Jazeker, zei de apotheker. Ah, mogen wij dan niet onze huwelijkslijst neerleggen, zei Kiske. Dat is toch allemaal realiteit, hè, jongens. Godsamme toch. Nou, dan gaan we weer iemand naar bed, zien we wel bij zinneke 4. De Rieners gaan met je vrouwke naar bed en legt eerst zijn kunstgebit, zijn goorapparaat, zijn glazen goor. En zijn toepet op het nachtkastje. Je kan vandaag beter zelf op het nachtkastje gaan liggen, zei ze vrouw. Het is gelukkig een gammel kastje. Ja, zinnetje 5. De Charles en Truus leggen in bed. Plots voelt Truus dat de Charles haar van boven naar beneden. Van boven naar onder begint te betasten, zoals je altijd al lang niet meer gedaan had gehad. Plotseling stopt hij en kijkt hij naar de televisie. Truus vraagt opgewonden: dat was lekker, schat. Waarom ben je nou opgehouden? Ik heb de afstandsbediening hier al gevonden, is waar. Ik heb ook elkaar iedere avond ruzie. Komt er zelf in de zin van. Nou, dan is nog een afstandsbediening en een bijstandsbediening. Nou, die laatste, daar moet je echt goed bij nadenken, want dat is een hele slimme. Mijn geheugen gaat sterk achteruit en daarom heb ik het wachtwoord van mijn computer veranderd naar onjuist. Als ik nou inlog met je verkeerd wachtwoord, dan zegt de computer: uw wachtwoord. Verdomd dat het werkt. Ja, uw wachtwoord is zojuist en dan weet ik het weer. Godzijdank. We gaan nu met u allen een experiment doen. Een experiment. We gaan samen een sprookje lezen. Maar we moeten wel samen meedoen. We spreken af, als het niet leuk is, dan schuiven we gewoon mee uit. Dus, maar wel langzaam, want anders dan komt het niet door. Het sprookje van de gaas. Maar het is wel de bedoeling. Ja.
dat ze meelezen. Dat ze meelezen, anders werkt het niet. Aan het alle zusjes boksen. Je kunt er net zo'n ding als gaan kijken. Ja. Daar gaan we, meestal alle lekker langzaam. Bij de dek aan de wilde prima vijvert. Gouden gaas bij de veepark zit naar binnen. En bestelt een huismijterd en een potje bier. Wat doet er gij nou hier? Vraagt de barman verbaasd. Nou, zegt de gans, ik werk hiernaast aan de verbouwing van het Onze Lieve Vrouwenlyceum. Ik ben stukken door. Dat moet onthouden, dat u stukken door is. Daarop pakt de gans een krant en begint te lezen. Hij frits ze uitsmijtert, drinkt ze bier, rekent af en naait er tussenuit. Op een avond gaat er op een stalmeester van Circus Straatsburg bij Perkzicht een blindje pakken. En de barman vertelt hem over die gans. Dat zou wat zijn voor jullie Circus, zegt hij. Hij kan praten, vindt uitsmijters, drinkt bier en leest zelfs de krant. Dat was voor mij, zegt de opperstalmeester. Laat hem mijn bellen. Als de gans de volgende dag het café binnenkomt, zegt een barman tegen hem dat hij een geweldige baan voor hem vindt in het circus. Het circus? Vraagt de gans verbaasd. Mee zo'n grote tent, mee van die zeildoeken wanden, zo'n canvas dak, mee een gat in het midden, daar klopt ze de barman. De gans verbaast zijn kop en zegt, waar hebben ze dan godverdomme stukken door verloren?